Goedemorgen zonnezorgen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie mee in de winkel, dus kijk gezellig mee. Ik heb gisteren even een extra werkdag ingelast, want er was heel veel besteld. Dus ik ben gisteren al aardig aan het pakken geweest. Ik heb er daardoor nog wel een beetje een zooi van, want ik heb alles wel een beetje laten liggen zoals het is. Dus ik ga eerst even een beetje opruimen en ja, we gaan gewoon lekker aan de slag. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus genoeg te doen, aan de slag. Gisteren zijn we vooral heel druk geweest met inpakken van de pakketten. Ja, het zal jullie niet verbazen, maar ja, ik denk, ik ga dat niet elke keer voor jullie filmen, want jullie weten ondertussen wel dat de pakketten worden ingepakt. Maar ik heb vanmorgen, ben ik al vroeg opgestaan, omdat ik echt een hele leuke video heb opgenomen. Kijk dan, wat een plaatje. Als jullie deze vlog kijken, dan staat hij waarschijnlijk al online. Ik weet niet of hij dan nog beschikbaar is. Dus dat zou je dan eventueel kunnen zien. Ik ga zo de bloemen erin zetten, want zoals je kan zien, die staan nu allemaal op de grond. Hebben we hele mooie bloemen en planten binnengekregen. Dus dat gaan we mooi in de stelling zetten. Ik heb ja, veel bestellingen, dus die ga ik klaarmaken. Neem ik jullie weer mee. En gewoon lekker weer aan het werk, dus kijk gewoon gezellig mee. Mochten jullie iets speciaals willen zien in de vlog, laat het me dan gewoon even weten. Want ja, ik kan het gewoon hier laten zien natuurlijk. Dus ja, laat me dat ook gewoon weten. En ook, dat geldt natuurlijk ook voor de DIY's video's. Goed, gaan we aan de slag. Zo, de dag gaat lekker. Ik wil hier wel even blijven staan. Zo. De winkel is weer mooi vol. Die staat weer netjes erbij. Zoals je kan zien. En ik heb heel veel bestellingen gemaakt. Dat zal ik ook even laten zien. En we gaan beginnen met inpakken van alles. Ik heb het zwaar van, maar we zijn druk aan het pakken van de surprise boxen. En ik denk, laat jullie toch een beetje zien wat erin zit, zo van bovenaf. Zoals je kan zien, zijn de boxen echt tot een nap toe gevuld. Er kan echt niks bij in. Ik heb ook alles weer, alle mandjes zo weer volgestopt. Hier zit ook van alles in. En hier, deze ben ik aan het inpakken. Dan hebben we er hier een aantal. En hier zijn we volop aan het pakken, dus gauw door. Zo, wij zijn nog druk bezig met inpakken, maar morgen gaan we weer verder. Want het is gewoon te veel. Jullie hebben te veel besteld, maar hartstikke leuk. Dus morgen gaan we weer verder. Dus ik neem jullie morgen weer mee. Tot morgen. Het is ondertussen het eind van de dag, het wordt alweer een beetje schemerig, dat is echt al genoeg. Maar we zijn nog niet klaar. Druk, druk, druk. Maar tussen de bedrijven door van het inpakken van de pakketten, we hebben echt wel vier rondes met pakketten gedaan. Dus heel veel pakketten. Ze zijn weer weg voor deze week, dus volgende week weer. Maar de winkel is ook echt gewoon heel netjes. Ik heb alleen niet meer zoveel pakketten staan, maar die ben je morgen bij. Ja, we hebben eigenlijk alles weer netjes in de kasten, overal, ja, alles weer aangevuld. Hier, deze rekken zijn weer gevuld met droogbloemen. Kijk hoe mooi. Dus ja, echt heel fijn dat alles nu zo mooi netjes en opgeruimd is. Morgen gaan we daar weer verder. Alleen echt even achter de toonbank en dat soort dingen nog. En ik ga in de kassen nog aan het opruimen. Dus ja, ik vermaak me vanavond nog wel eventjes. Dus jullie zien me morgen weer. Zo, als je denkt, wat is het donker? Het is al avond. Maar ik ben nu net terug, want ik heb mijn bloemen opgehaald. En dan zou je wel denken, opgehaald? Ik krijg toch normaal geleverd aan de winkel? Ja, dat kreeg ik ook, maar dit was iets anders. En dus heb ik het even gehaald. Ik heb wel echt een hele mooie handel. Heel veel trosrozen voor de bestelling. En er komt morgenochtend wat er nog meer gebracht, want ik kreeg het allemaal niet eens in de auto. Ik heb hier ook weer mooie bolletjes. Leuke hortensiaatjes. Wat buitenspul. En morgen komen nog heel veel buitenplanten bij. En ja, echt, oh jongens, kijk, deze ranonkels. Prachtig. Echt super mooi, maar echt hele mooie bloemen. Ook hele mooie tulpen. Die heb ik dan hier staan. Ik wil ze dan toch even laten zien als ik hier ben.
Kijk, ja, dat zijn geen tulpen, dat zijn rozen. Maar kijk deze tulpjes allemaal, van die hele mooie dubbele. Echt supermooi. Ik ga ze nog wel eventjes, ondanks dat het zo laat is, eventjes in de winkel zetten. En misschien nog een klein beetje mengen. Zodat we morgen toch ja, gewoon weer lekker fris beginnen. Dat is altijd wel fijn. Dus ja, dat ga ik doen. Oh, en in de volgende video ga ik aan de slag met deze leuke Tillandsia plantjes. Echt heel apart, het zijn luchtplantjes. En ja, ik vind het heel erg leuk om dit soort aparte dingen te verwerken in bloemstukjes. Ik ben heel nieuwsgierig of jullie dat ook leuk vinden, van die ja, dingen die je niet dagelijks tegenkomt. Want daarmee maak je het gewoon net wat specialer. En ja, ik hou daar wel van. Maar ik ben nieuwsgierig wat jullie vinden. Mogen voor jullie de bloemstuk zo wat aparter? Of zeg je van, nou ja, mag voor mij ook al best wel eens een keer gewoon. Waar hou je van? Misschien wel eens een keer een klassieke Biedermeier. Of ja, gewoon echt een bloemstukje op groepen. Laat het even hieronder weten, want er komen wel weer meer echt bloemstukjes aan. We maken nu natuurlijk heel veel voorjaarstukjes, paasstukjes. Die komen er ook aan. Er komt trouwens ook nog echt een hele leuke ondergrond binnen. Wat betreft een nieuwe DIY voor Pasen nog. Dus die komen nog meer. Oh ja, en ik zou het bijna vergeten. Maar ik heb echt hele leuke nieuwe ondergronden binnengekregen. Die ik ook ga toevoegen aan de webshop. Dus mocht je deze vlog zien, dan zou ik zorgen dat ze al online staan. Weer het industriële, want de vorige keer ging dat echt heel snel. Die waren heel snel uitverkocht. Wat frames. En ik heb nu wat apartere ondergronden besteld. Die zal ik jullie morgen ook laten zien. En dan zal ik ook zorgen dat ze zijn toegevoegd aan onze webshop, mocht je dat leuk vinden. Goed, ik ga nu gauw afsluiten en zien we morgen weer. Zo, ik zou jullie nog even laten zien wat voor nieuwe frames er binnen zijn gekomen. Dus laten we dat even gaan bekijken. Allereerst is de takkenmos weer aangevuld, want die vind ik heel hard. Dan deze gave frames die je dus ook zo kan doen. Ook heel leuk om een paar paaseitjes in te hangen. Echt heel gaaf. Dan zijn de allesknippers weer aangevuld. Mam, kom eens kijken, hij groeit een beetje. Ja, hij groeit, hè. We zijn zaadjes aan het zaaien. Straks, wij gaan binnenkort verhuizen waarbij ik een moestuin krijg. Ik ben trouwens nieuwsgierig. Zouden jullie dat leuk vinden om dat een beetje te volgen? Want dat is natuurlijk, dat hoort wel een beetje bij deze... Ja, het kan prima met jullie delen. Alleen moet ik wel zeggen, moestuin is voor mij ook nieuw. Maar het is misschien juist wel leuk om mijn ervaring te delen. Deze frames gingen de vorige keer heel hard. Zijn weer aangevuld. Het zijn trouwens echt wel grote frames. Wel echt heel gaaf. En die wat ik net in het vierkant had, heb ik dus ook in het rond. En hoe tof om hier zo'n bol in te hangen en die mooi op te maken. Echt heel tof. Misschien ook wel leuk voor een DIY. Deze frames, omdat ze wat groot zijn, zijn ze iets prijziger, maar wel heel leuk. Ik
heb geen hele grote voorraden van, dus vind je dit tof en ja, wil je graag zo'n frame in huis hebben? Wees er dan snel bij met bestellen. Even kijken wat ik hier nog in heb. Oh ja, die ging ook heel hard. De kleine flesjes. Zijn weer aangevuld. En IJslands mos is weer aangevuld. Dus ja, eigenlijk heel veel leuke dingen weer aangevuld. En ik zou het ook toevoegen aan de webshop wat er nog niet op staat. Ik ben nieuwsgierig wat jullie voor de rest nog willen zien in onze webshop aan frames. Een bepaalde vorm of wat dan ook. Laat even weten. Na 1 mei. Dat moet ik even goed zeggen. De meivakantie is de webshop 1 week gesloten. Afgesloten. Je kan wel gewoon bestellen, maar die wordt dan een week later wordt het dan verstuurd. Maar dit komt allemaal nog overal netjes op te staan hoor. Dus dat meld ik dan nog wel later. Daarna wordt onze webshop nog verder aangevuld. Dus laat gerust weten wat je graag wil zien. Dan ga ik er constant mee bezig. Dus alleen maar leuk voor jullie. En dan kunnen we nog meer pakketten bestellen. Nog meer voorbeelden laten zien en bloesekjes laten zien. Oh, het fruit. De broccoli. De broccoli, Kimt. Broccoli. Ja, de broccoli. Daar komt broccoli uit. Leuk, hè? Kijk toch. Broccoli. Ja. En de rest dan? Groeit de rest ook al? Nog niet, hè? Kijk eens. Oh ja, daar zit dat onder. Moet je nou niet aanzitten? Dan moet nog even verder groeien. En dan kunnen we het straks bij het nieuwe huis neerzetten. Heel erg leuk. We hebben ook aardbeien binnengekregen. En aardbeienplantjes. Die kunnen we straks ook neerzetten. Ja. We hebben nog meer aardbeien. Dan gaan we toch bij het nieuwe huis? Ja, zeker. Zeker. Dan gaan we dus lekker aardbeien. Ik ga even een plantje bij de aardbeien krijgen. Gaan we even kijken of er alweer nieuwe aardbeien aankomen. Goed, er wordt hier druk gezaaid en gedaan. Broccoli, wortel, bietjes, paprika, tomaatjes. Nou, aardbeien, rucola, dus van alles wat er gezaaid hier. Dus mocht je dat leuk vinden om dat verder, dat proces te zien van het zaaien en het tuinieren in een moestuin, laat het me dan even weten. Want dan laat ik het jullie gewoon zien. Ik kreeg ook veel vragen of de vlogs gewoon doorgaan. Die gaan gewoon door. Ik neem jullie gewoon mee op inkoop overal naartoe. Dus daarin verandert er niks. Ik kom hooguit meer video's online. Dus wat dat betreft is dat alleen maar positief en alleen maar leuk. Goed, ja, ik hoop dat jullie weer een leuke vlog vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal en blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En er komt nog heel veel leuks aan. Ik kom ook nieuwe... Oh ja, ik ga even laten zien. Die heb ik net toevallig binnengekregen. Ik heb nieuwe paasondergrond voor de volgende DIY video. Dus dat zou ik ook even laten zien. Oh ja, en we hadden net ook weer vracht binnengekregen. Ik ben mooi warrig. Veel ingepakt. Maar voor de nieuwe DIY video komt deze leuke ondergrond. Daar gaan we mee aan de slag. Met verse bloemen. Dus... ja, gewoon heel erg leuk om daarmee aan de slag te gaan. Dat zien we binnenkort op dit kanaal. Dus mocht je dat leuk vinden, blijf dan vooral kijken en abonneer even gratis. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Alles is te shoppen via www.uonlinebloemist.nl wat je hebt gezien. En wil je iets zien, stuur me gerust even een mailtje. Dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en dan zien jullie me de volgende keer weer.